Dag kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van TBN Jepide. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Dankzij een aantal donaties hebben wij dan een aantal sociaal zwakkere gezinnen, een aantal personen die ziek zijn, een aantal personen die heel hard hulp nodig hadden, dan kunnen ondersteunen. Onze dank gaat uit naar de heer Charles Soudou van de Koningsstraat. We feliciteren hem, wensen hem heel veel geluk en gezondheid toe in zijn leven en bedanken hem voor zijn donatie voor wat betreft zijn levensmiddelenpakket. We bedanken mevrouw Sharda die zakken rijst en suiker heeft gedoneerd. Het komt er allemaal uit een goed hart, zegt mevrouw Sharda, dat ik dat allemaal moet vermelden. Nogmaals, dank u wel mevrouw Sharda voor uw zakken rijst en uw suiker dat u hebt gedoneerd. We bedanken verder mevrouw Ramcharan Rupwati. Deze mevrouw die is er helemaal van paranaam en ook zij is jarig en zij heeft er dan gemeend om rijst en olie te doneren, flessen olie en ook nog zakken rijst te doneren. Wij bedanken haar voor haar donatie. We bedanken verder marktmeester Gautam Dhanai voor zijn welbekende groentepakket. Maar niet te vergeten de marktventers van de Centrale Markt die dit project helpen ondersteunen. Wij bedanken verder familie Boudetewari en alle overige donateurs of zij nou financiën hebben gedoneerd of op andere wijze de organisatie, de stichting blijven ondersteunen, zodat wij dit toch nog altijd kunnen blijven doen, ondanks de harde tijden waarin wij dus nu leven. Bedankt, bedankt, bedankt donateurs en we wensen u ook heel veel kijkplezier. Wij doneren namens Charles Soudou van de Koningsstraat. Meneer Soudou is jarig geweest op 22 april, mevrouw Mangal. Hij is 70 jaar geworden. Deze grote tas met levensmiddelen en van alles en nog wat en toiletpapier, dat krijgt u van meneer Charles Soudou van de Koningsstraat, die 70 jaar is geworden. En hij heeft me gevraagd om het te geven aan gezinnen met kinderen. U hebt de 3 kleintjes, dus u krijgt dan een pakket van meneer Soudou. U krijgt een zak rijst van Sanjay, Rita, Ramdul Isri en kinderen Nederland. En dat doen zij ter ere van hun moeder en schoonmoeder Ramdul Boudou. Ja, nogmaals namens Sanjay, Rita, Ramdul Isri en kinderen Nederland. Voor hun dierbare moeder en schoonmoeder, Ramdul Boudou, een zak rijst krijgt u van hun. En u krijgt ook nog een enveloppe met 1000 SAD. Alsjeblieft, wilde je wat zeggen aan de donateurs? Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, mevrouw Mangal laat de donateurs van harte bedanken voor alles dat zij heeft gehad aan donatie. Nogmaals, de donaties die komen van de heer Charles Soudou en van Sanjay, Rita, Ramdul, Isri en kinderen. Namens meneer Charles Soudou, die op 22 april 70 jaar is geworden. Meneer Charles Soudou is van de Koningsstraat. Deze goed gevulde tas met van alles en nog wat aan levensmiddelen en toiletpapier, dat doneert hij dan aan meneer Autaar. U ziet het, meneer Autaar, die is in een rolstoel en goed ziek. En meneer Charles Soudou, die heeft gevraagd dat we het doneren aan senioren burgers of gezinnen met kinderen. Vandaar dat we dan gekozen hebben voor meneer Autaar. Er is een zak rijst van Sanjay, Rita, Ramdul, Isri en kinderen uit Nederland die doneren ter ere van hun dierbare moeder en schoonmoeder Ramdul Boudou.
En dat is dan een zakreis van 10 kilo en een enveloppe met 1000 SRD aan meneer Outaar. Kusmate Bolle, donateurske meneer Outaar. Nou, dan waar sap koeke, dan waar de partij is, sapke, dan waar. Ja, en ieder die gedoneerd heeft, van harte bedankt voor de donatie. Dat is wat meneer Outaar dan meegeeft aan deze donateurs. Ook de bejaarde mevrouw Mathilda krijgt er een van de pakketten van Charles Soudhou. Mevrouw Mathilda, ik heb een pakket op het huis, meneer Charles Soudhou. 22 april, meneer Soudhou, wel 70 jaar. En meneer Soudhou, bij Koningsstraat. U krijgt een tas met levensmiddelen en andere verbruiksartikelen en toiletpapier. John Chorba, rijst. U doneerkereba, meneer Sanjay, mevrouw Rita Ramdul Isri, Allerken, Nederland. En u zou doneerkereba voor hun dierbare moeder en schoonmoeder, Ramdul Budhu. En u krijgt van hun dus, ik zakachor van 10 kilo en ik envelop met 1000 SRD. Alsjeblieft, Kusmate Bolle, donateurske. सब तुरक के भाई बहन धन बाद बाकी सब चीज इतना महंगा तुरक देखे पी तुरक माई चाई तुरक के बनाई ले रहे हम तो इतना बीमार बाटी काम करती पहले अब काम ना करी लो यही घरे रही जाए डतरा का दे मिस और तुरक के लिए बड़ी धन बाद है गया मालिक के तुरक के बनाई ले रहे तुरक मुई से रही है हम लोग के भी देखे है तुरक अच्छा हम लोग तो कुछ ना कर पाए तुरक हटीन बाकी तू हम लोग के करे है सब कुछ Mevrouw Mathilda laat haar hartgrondige dank uitbrengen aan de donateurs. Zij vraagt de zegeningen van de Almachtige voor deze donateurs. Wat ze verder heeft aangegeven is dat ze werkende was, maar vanwege ziekte kan ze helaas niet meer werken. Ze is in behandeling bij een specialist bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ze zeggen omgekeerd kan zij niets doen voor de donateurs, maar tenminste donateurs, jullie kijken om naar ons die het hard nodig hebben. Dat zijn dus de woorden van mevrouw Mathilda. En ik zei het al, de donaties die zijn er afkomstig van Charles Soudhou, 70 jaar oud, en meneer Sanjay, mevrouw Rita Ramdul Isri en kinderen. En zij doneren ter ere van mevrouw Ramdul Budhu. Bhai Vinod, meneer Charles Soudhou, Koningsstraatke. Hij is op 22 april 70 jaar geworden. En meneer Charles Soudhou, op het huis ik pakket. Grote tas met levensmiddelen en andere verbruiksartikelen, haar toiletpapier. En John Chorba, Udoneer Kareba, meneer Sanjay. En mevrouw Rita Ramdul Isri en kinderen uit Nederland. Ter ere van hun moeder en schoonmoeder, Ramdul Budhu. U krijgt er een zakreis van 10 kilo en ook een enveloppe met 1000 SRD, meneer. Dank je wel. Ja. Bedankt, dankjewel. Dank je wel. U sabke, ki bhagwan sa kasi baat dewe, ki u sabke kamai mein barakat re. Ego baat oma jo bhai gane samge, datra lasta te isa fin ondek kari se go. Timar hat muniya, men das ego ab swaleng ra, tab kya? Lasta scan maan ra. तो सोलंग में ना बढ़ा लेगा वेल तनी से साका भैल है दया पेल तो साका भैल मत तनी से प्लाटा भैल तनी से लम्मा भैल था लेगो सीफा मिली मीट एक बार इसमें सीफा मिली मीट तर के फर्ज कर बा बड़का भैल माँ उम्मोई हो जाएगी दतरा बोले पा ना चिंता करिए उम्मोई हो जाएगा उन जन दवाइयाँ खबरें करे लो कर भागवत के हम अपन खाई का एक फरंदर कर रही सब तनी दूसरा रकम था हाँ तब वैसे वाल सच मैं जाए मन दतरा बोले बा ना चिंता करियो से Ja. En dus nou verder ga ik kijken. Ja. Nou, waarop het neerkomt, mensen, wat meneer Kalu vertelt. Ten eerste brengt hij zijn hartgrondige dank uit aan al de donateurs van wie hij dit heeft mogen ontvangen. Maar zoals u dat kunt zien,
Dan ziet u hier mensen op het voorhoofd van meneer Winoot. Ziet u dan wat snijwonden. Ik bedoel de littekens, dat is het juiste woord. U ziet er wat littekens hier op het voorhoofd en op het achterhoofd. Omdat meneer Winoot een hersentumor heeft gehad. En als gevolg van de druk die het legde op zijn zenuwen, is hij dan ook deels verlamd geworden. En nu, zegt hij, is hij nog steeds onder behandeling van de arts. En er is weer een bepaalde groei geconstateerd, 7 mm. Maar de arts zegt, hij moet zich geen zorgen maken, want dat komt weer allemaal goed. Dat wilde hij ook even allemaal kwijt. Maar we gaan met eerste scan beter een kleine kerst dekken. Ja, ja. Maar volleybal is een bunna, u zintag kerrie, u mooi hoezeika. Ja, de artsen hebben hem gezegd, hij moet zich geen zorgen maken. Het kan zijn dat er is overgebleven. Ik bedoel, technische, ja, de medische woorden kennen we niet zo geweldig. Het kan zijn dat er bij de operatie wat is achtergebleven. Of het is weer gaan groeien, 7 mm. Maar hij moet zich geen zorgen maken met een juiste voeding. Maar ook met de medicamenten die hij gebruikt, zal dat allemaal goed komen. Dus u begrijpt er, donateurs, waarom we dan ook voor meneer Winoot hebben gekozen. U hebt net een schets gehad van zijn verhaal. En dat is dan ook de reden dat we voor hem hebben gekozen. Wij doneren ook aan Shailendra en dat is toch een jonge man met een beperking. Maar op dit moment is hij er niet thuis wanneer we daar aankloppen. Hij is er met de buurman ergens naartoe gegaan. En de moeder die zal dan namens de donateurs de donatie voor Shailendra in ontvangst nemen. En dat is dan namens meneer Charles Soudou van de Koningsstraat. Ijon Pakethe. Ja. Or toiletpapier. Meneer Charles Soudou, 22 april, 70 jaar. En u krijgt van hem dus dit alles. En John Chaurhe, rijst, een zak rijst van 10 kilo. Dat krijgt u dan van Sanjay. Meneer Sanjay en mevrouw Rita, Ramdul Isri en kinderen uit Nederland. En zij doneren ter ere van hun moeder en schoonmoeder, mevrouw Ramdul Boudou. U krijgt er een zakkenreis van 10 kilo en een enveloppe van 1000 SRD. Namens Shailendra, kusmate bolle donateurs. Ja, mevrouw Sanjay en, meneer Sanjay en mevrouw Rita, Ramdul Isri en kinderen uit Nederland, iedereen van harte dank u wel. Gods rijkste zegen voor jullie. En heel veel gezondheid aan jullie toegewenst, meneer Soudou. Dank u wel voor uw bijdrage, dat u zoveel steunt aan de armen en de mensen die ziek zijn. Heel veel geluk en gezondheid en succes verder in jullie verdere leven. Ik wens jullie heel veel kracht en dat jullie altijd zo blijven doneren aan de anderen die het niet breed hebben. Dank u wel. En heel veel gezondheid en succes verder wens ik jullie toe. Wij doneren ook aan mevrouw Mina Kumari. Mevrouw Mina Kumari, John Zwarte Tasse. Oehe van mevrouw Kamala Ramdien en mevrouw Chandrapati Ramdien Mahangi. Ter ere van mevrouw Parbati Ramdien en Chandra Kali Ramdien Ramsoek. Dat is dan de zwarte tas. De witte tas is van familie Boudé Tewari aan John Chowerhe. Udoneer Kareba. Sanjay en Rita Ramdul Isri en kinderen. Ter ere van hun moeder en schoonmoeder, mevrouw Ramdul Boudou. U krijgt er een zak rijst van 10 kilo en een enveloppe van 1000 SRD. Alsjeblieft. Kusmate bolle, donateurske. Ja, sabke bedankt, Kerila. Sabke harde masanke, sabke ke sewa kerel kere, sabke bhandar masanke bharal lehi. Ja. En haar asirbaas sabke legde. Ja. Nou, mevrouw Mina laat de donateurs van harte bedanken, zegt zij. Dat ze allen gezegend mogen zijn, dat ze omkijken naar sociaal zwakkeren. En dat hun zegeningen dan ook op hun mag rusten. En dat zijn dan de zegeningen
die mevrouw Mina uitspreekt richting de donateurs. Mevrouw Sandra, u krijgt er van Darshini Balgobind in verband met de jaardag van mevrouw Ramcharan Rupwati op 21 mei, 70 jaar. Nogmaals, Darshini Balgobind in verband met de jaardag van mevrouw Ramcharan Rupwati, 21 mei, 70 jaar. Een zak rijst en een fles olie. Ja, dat is van haar en een enveloppe. Ja, alstublieft. Ja. U krijgt er verder van meneer Charles Sudhu van de Koningsstraat. Ja, mevrouw, meneer Charles Sudhu van de Koningsstraat. Op 22 april is hij eveneens 70 jaar geworden. En hij heeft me gevraagd om het te geven aan gezinnen met kinderen. En u hebt kinderen. En u krijgt dus van hem een levensmiddelenpakket. En ook nog toiletpapier. En u krijgt van een mevrouw uit Den Haag, Nederland. Zij wenst anoniem te blijven. U krijgt van haar ook een enveloppe. Alsjeblieft, wilde u wat zeggen aan al de donateurs? Ja, ik zou al die donateurs zeggen hartelijk bedankt. God u de rijkste zegen toe wensen. En die meneer die op 22 april jarig was, ik ben ook op 22 april jarig. Mm. Dus dat wil ik ook zeggen. Ik was ook jarig op diezelfde dag. Okay. Ja, en ook aan mevrouw Darshini Balgobind wil ik aan die anonieme mevrouw ook heel hartelijk dank zeggen. En mogen God een wens in vervulling brengen. Meneer Damari, Ijon Chaurhe, ja, en Teel, Idoneer Kareba, mevrouw Darshini Balgobind, in verband met verjaardag van mevrouw Rupwati Ramcharan, 21 mei, mevrouw Rupwati Ramcharan, hoi 70 jaar, abgat het huis Chaur en een fles olie, ar ik envelop, alstublieft. Ar Ijon Barka pakket he, in witte tas. Dat krijgt u van meneer Charles Sudhu. Meneer Charles Sudhu, Koningsstraatke. Hij is van de Koningsstraat. En meneer Charles Sudhu, op gaat met huis ik pakket met levensmiddelen en andere verbruiksartikelen. Arabie, toiletpapier. Namens meneer Farouk. Ja, meneer Farouk, op gaat met huis ik envelop met 400 SRD, alstublieft. En hier heb ik mevrouw anoniem, ook haar genomdien he, anoniem mevrouw in verband met verjaardag. Ik envelop, alstublieft. Donateurske, kusmate bolle, meneer Damri. Ja, donateurske, bahut hardish dhanyabad hai. Bhagwan unke lammi ayu de ki sada ise bod purani inke takal kare. Bal bachchan unke sab sukhi rahe dunu purani hogi. Ja. Par palwar samet. Sab sukhi rahe, hij jon ide se chaur aur tel, feliciteer tekar, Bhagwan kare nu ke lamma umir de, aur sada ise khyal karal kare de pur puran. Meneer Damri, laat van harte bedanken. De jarigen worden gefeliciteerd. Ook de jarigen van de enveloppes worden gefeliciteerd. Maar ook de jarige die rijst en olie heeft gedoneerd, wordt van harte gefeliciteerd. Dat ze allen lang en gelukkig mogen leven. Dat hun kinderen gezond en wel mogen zijn. En dat de zegeningen van de Almachtige mag rusten op hun en op hun kinderen, maar ook meneer Sudhu, die wordt gefeliciteerd. Ook aan hem wordt er gelukkig en lang leven toegewenst door meneer Damri. Kortom, alle donateurs worden door meneer Damri van harte bedankt voor alle donaties die hij dan heeft mogen ontvangen. Mevrouw Mina krijgt er van mevrouw Sharmila, John Ichaurhe, mevrouw Mina, John Ichaurhe, 10 kilo en 1 kilo suiker, witte suiker, op het huis mevrouw Sharmila Abkhatin. John pakket in rood-witte tas, op het huis meneer Sudhu van de Koningsstraat. Meneer Sudhu, Charles Sudhu, bijl 70 jaar,
op het pathuis levensmiddelen, ar toiletpapier, Arjun Tarkari, op het pathuis Barka Bajarke marktmeester, Gautam Dhanai. Namens Chitra, Saferio, Rakita en overige familie Rajkumar, us op doneerkere ter ere van Max Rajkumar, 14 mei, u hoort 60 jaar. Namens Chitra, Saferio, Rakita en overige familie Rajkumar, ter ere van Max Rajkumar, ik enveloppe met 2000 SD. Kusma Tebole, donateurske? Ja. Ik heb een pathaile, kijuan, ook een boot dan baddela, mane ganes, boot sukia dela. Hamu itna bemaar rehli, hamaa ho ko bilkul ekdam uncha hai. Datta tan dhawila tab ma tanu betwe baati. Ab ego akhiya ke 2000 bhai ek pari, e wala ke. Kuch lens pehne ke? Karabu kare ke. Aur e wala ke karai chukli hai. Ma e wala hamaa chhotka bhai wa dayoda wala madad karega. 2000. Wat mevrouw Mina ten eerste doet is haar dank uitbrengen aan al de donateurs, mevrouw Sharmila voor haar rijst en suiker, meneer Charles Sudhu, marktmeester Gautam Dhanai, familie Rajkumar voor de enveloppen. Daarnaast gaf ze aan dat ze heel erg ziek is geweest, de bloeddruk was sky high, zoals we dat meestal op mensen horen zeggen, maar door op haar voeding te letten, door naar de dokter te gaan, heeft ze dat nu onder controle kunnen krijgen. De ene oog, daar heeft ze dan laten behandelen. Dat moest allemaal, ja, de medische termen, daarin zijn we niet zo machtig. Maar zoals zij dat zelf heeft gezegd, zij heeft dat moeten krabben. En nu moet dat andere oog in behandeling, als ik het zo mag zeggen, moet behandeld worden. Het andere oog moet nu behandeld worden. En daarvoor moet ze 2000 SRD neertellen. Maar een jongere broer zal dan de kosten voor haar betalen. Dus dat is dan ook wat mevrouw Mina wilde delen. Ja? Dat ik behandel mijn baatje. Ja. Maar zeker, hij hoofd, hoog bloed. Maar ik heb hem gekregen dat er aan mij. Dat er aan mij delen, dat wij één duim. Pieke rust kreeg je toch? Ja, hem kan dat wel goed dawaai delen. Oké, ze heeft heel wat medicijnen gehad van de dokter. Maar ook de suiker, die is aan de hoge kant. De bloeddruk is hoog. Dus ze heeft heel wat medicamenten gehad. En dat moet ze dus dan allemaal innemen en rusten. Zodat zij dan weer gezond kan worden. Maar dat is dan nou wat we te horen krijgen van mevrouw Mina. Maar nogmaals, we zijn alle donateurs dankbaar. Want u ziet het, de leef- en woonsituatie van mevrouw Mina. Het is een mevrouw die het niet breed heeft. Een sociaal zwakkere mevrouw. Vandaar dat we de donateurs dankbaar zijn. Dat zij dan dit allemaal hebben kunnen doneren. Ha, kun je maar een kleinkind wat? Ik heb het gezegd, ik heb het gezegd. Hamke achakke me anfalwa marata ma bitiwa yon kamwa kare hai washa da u afa kam pa balkani bolai bola as bola aao bola mama bola anfalwa mare hai hamke upe swaiya raha hama bitiya to ke lai nahi dhari katin ma dono chhawe dei bhai me lagai na moi bhai li apan datam nahi ke gai le ganga din ya bole to ka khrip hai अब गईली हुआ तो दवाई दे पीली है तो ना पता है सबे जूने हमार बिठिया लेके गए आना डॉक्टर में आका देने तो पानी तो ना भरल तो बहांदल ना करा फिर जब मोई हो गए है तो अपन डॉक्टर में गईली है डॉक्टर वो चेक करी है बोले मोहर छाड़ू बोले तो हो खबरू बहुत ऊंचा है तो गैली दतरा में तो दतरा दे देगा कागज लिख के बोले जा सिस्टर देगा तो के आधा टैबलेट पियाएगा हो को ब्लूट के तो 2 घंटा बैठिए दवाइया पियाए के तो बाहर बैठा ले गैली पंपू करवावे चेक करवावे वो हो को ब्लूट नस्ता का भाई हमारे बीते रोई तो लाइन घर हमके दम ना रहा चले के गणेश
Ja, nou, het is heel erg met haar geweest. Ze wordt er 63, zegt ze. En ze is er heel erg ziek. En wat ze daarvoor heen gaf, is dat ze een dagje heel erg onwel is geworden. Terwijl ze de oppas deed voor een kleindochter. En het zijn haar dochters die haar snel te hulp zijn geschoten. Mensen zijn dat gewend allemaal te doen. Gewoon zure oranje snijden en dan gewoon voor het hele lichaam wrijven. Ze zeggen dat dat allemaal heel probaat is, dat allemaal werkt. En zo hebben ze haar dan naar de dokter gebracht. En bij de arts is dan gebleken dat het aantal zaken bij haar heel erg hoog zijn. En dat ze toch nog steeds onder behandeling is. We wensen mevrouw Mina dan ook heel veel beterschaps toe. En we bedanken de donateurs. We helpen ook mevrouw Sukhai, omdat mevrouw Sukhai als bejaarde moeder ook nog de zorg heeft over een zoon met een beperking. Ja, 56 wordt hij er vanaf geboorte met een geestelijke en lichamelijke beperking. En van de zorg is hij dan geheel afhankelijk van de moeder. En mevrouw Sukhai die gaf het aan in deze dure tijd, weet je. Hij heeft van alles nodig, van pampers tot heel veel andere zaken. En voor haar alleen om daarvoor te zorgen, dat is dan heel erg zwaar. Vandaar dat zij dan een dergelijke donatie dan ook zeer op prijs stelt. We bedanken meneer Charles Soudhou, mevrouw Sukhai, ijon pakketje. Dit is van meneer Soudhou van de Koningsstraat en meneer Soudhou, hij is 70 jaar geworden. Ik had het huis badan i pakket, of toiletpapier. En dan hebben we verder groenten van marktmeester Gautam Dhanai, Barkabajarke marktmeester, Arjun Chaurhe 10 kilo en suiker. U hebt mevrouw Sharmila en mevrouw Sharmila Pandilse op gaat doneren kareba, mevrouw Sukhai. Verder op gaat ik enveloppen van Chitra, Saverio, Rakita en overige familie Rajkumar. Arus abdoneer kareba, Max Rajkumar ke naam me. 14 mei, u hoort 60 jaar. Chitra, Saverio, Rakita en overige familie Rajkumar. Ze doneren ter ere van Max Rajkumar. Ik envelop met 2000 SAD. Kusmate bole, sab donateur. Sabke bohut dhanbaad hai, sab koi ke dila dhanbaad. Bhagwan usko ke sakti de, bal de, buddhi de. Bohut dhanbaad hai ki itna madad kare hum log ke. Isa sab chiz kitna u hoi ge hai, mahanga hoi ge sab chiz. Kuch ki na sake thik se. Ek ladka le ke firan sipan takhiyar ke hum hoi ge li. U hoi ge sasan sipan, sasan fekta. Haan. बहुत धन्यवाद तू लोग के भी बहुत धन्यवाद है दोनों जने के कि भगवान तू लोग के शक्ति दे कि ऐसे सबके घरे पहुंचावे Mevrouw Sukhai brengt sowieso haar hartgrondige dank uit aan alle donateurs dat men in deze uitdagende financieel-economische tijden er nog kan doneren. Daarvoor haar hartgrondige dank. Ze gaf er aan, ze is een moeder van 74 jaar die moet zorgen voor een meervoudig gehandicapte zoon van 56 jaar. Dat is dan ook allemaal zwaar voor haar. Maar met dergelijke donatie krijgt ze dan ook een steuntje in de rug. En daarvoor dan ook haar hartgrondige dank. Ook meneer Paltu krijgt er een van de zakken rijst en kilo suiker van mevrouw Sharda. Ja, meneer Paltu, Ijon Chaurhe, Arsukru, op het huis mevrouw Sharda. Groente, marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt en Marktventers. Arjun Ipakete, dat komt van meneer Soudhou Koningsstraat. Hij is er 70 jaar geworden. Aar meneer Soudhou, op het huis ik levensmiddelenpakket met verbruiksartikelen, waaronder ook toiletpapier. De heer Mukesh en mevrouw Lilian Kanhai Adin. Ja, Mukesh en Lilian Kanhai Adin. 22 april, 50 jaar getrouwd. Ik envelop met 1000 SAD, alstublieft. En namens meneer Farouk. Ja, namens meneer Farouk. Ik envelop met 400 SAD. Kusmate bolle, donateurske. Jitna donateur pakket ook het pathuis is, heb je bedankt.
और मार्ग मिस्टर के भी और जन एफएल ऑफ पटाई सुख भी बहुत धन्यवाद. Meneer Paltu brengt zijn hartgrondige dank uit aan elk van de donateurs voor de financiën, voor de groenten, voor rijst, voor de levensmiddelen en verbruiksartikelen. Alle donateurs worden door hem van harte bedankt voor de donatie. U kijkt er nog steeds naar TBN Yepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Dankzij uw donatie kunnen wij dan ook mevrouw Angeni voorzien van een pakket en ook wat financiën. Zo krijgt ze er dan van de heer Charles Soudhou van de Koningsstraat. Deze meneer is 70 jaar geworden. Ja, meneer Charles Soudhou. Van hem krijgt u een goed gevulde tas met levensmiddelen, andere verbruiksartikelen en ook nog toiletpapier. En namens Darshini Balgobind, in verband met de verjaardag van mevrouw Ramcharan Rupwati op 21 mei, 70 jaar. Ja, Darshini Balgobind, in verband met de jaardag van mevrouw Ramcharan Rupwati, 21 mei, 70 jaar. Krijgt u een zak rijst van 5 kilo. U krijgt ook een fles olie en een enveloppe. Alsjeblieft, hier, ja. Van Mukesh en Lilian Kanhai Adin. Ze zijn op 22 april 50 jaar getrouwd. Ja, Mukesh en Lilian Kanhai Adin. 22 april 50 jaar getrouwd. Van hem krijgt u een enveloppe, of van hun krijgt u een enveloppe met 1000 SRD, alsjeblieft. En van meneer Farouk, ja, meneer Farouk, een enveloppe met 400 SRD. En als u daar verder op kijkt, maar we begrijpen dat de vader van Angeli ook pas ontslagen is uit het ziekenhuis waar hij gelegen heeft, omdat hij een hartaanval heeft gehad. Dus hem wensen wij ook heel veel beterschap toe. Angeli, wilde je wat zeggen aan alle donateurs? Ja, en ieder die wat heeft gestuurd. En die wat heeft meegebracht met jullie, heel hartelijk bedankt. Ik zal er heel goed een gebruik van maken. En ja, het is een dure tijd, zoals wij allemaal weten. Dus een heel hartelijk dankjewel allemaal. En de mensen die onlangs jarig zijn geweest. Heel hartelijk gefeliciteerd alsnog. God zegen jullie. En ga zo door wat jullie allemaal bezig zijn. Dankjewel. Ja, dankjewel. En jullie ook een dankjewel. En ik wens ook de totale gemeenschap, alle Hindustanen van Suriname, ook over de hele wereld, alvast een fijne Hindustanse immigratie van 5 juni. Dankjewel. Meneer Jaddu, Abkhat Pathai's bhai Charles Soudhou. Meneer Soudhou, bhal 70 jaar. Meneer Soudhou, he Koningsstraatke, Abkhat Pathai's, ik levensmiddelenpakket, toiletpapier en andere verbruiksartikelen, ujan barkatas he. John Chaur he arsukuru, Pathai's mevrouw Shardha, apan deel secha. Dus meneer Charles Soudhou en ook mevrouw Shardha. Ik, mevrouw, John op een naam namange, maar deels op het haal uit Den Haag, Nederland. Ja, ik mevrouw he Den Haag, Nederlandse. Op gaat ik envelop, alsjeblieft. Our bhai Farouk, op gaat Pathuis, ik envelop 400. Ja. Kusmate bolen? Mijn jij Pathuis is op je boot dan wat dila. Sukhis res op je bhagwan achat akere. Nou, wat meneer Jaddu zegt is dat hij alle donateurs van harte bedankt, maar dat ze ook allemaal goed en wel mogen zijn met de zegeningen van de Almachtige. Mevrouw Anita, u krijgt er een zak rijst van 5 kilo en een fles olie. Dat komt van mevrouw Darshini Balgobind, die doneert in verband met de jaardag van mevrouw Rupwati Ramcharan, die 70 jaar is geworden. Ja?
Darshini Balgobind in verband met de jaardag van mevrouw Ramcharan Rupwati, 70 jaar. Dat is dan de rijst en olie. U krijgt er van de heer Charles Sudhu, dat is dan de grote pakket met toiletpapier. Dat is van meneer Charles Sudhu, hij is ook 70 jaar geworden, hij is van de Koningsstraat en dat stuurt hij dan voor u. Mukesh en Lillian Kanhai Adin zijn 50 jaar getrouwd. Ja, Mukesh en Lillian Kanhai Adin, 50 jaar getrouwd. Ook zij sturen enveloppen voor u. En u krijgt er verder van meneer Farouk. Ja, meneer Farouk, ook een enveloppe. Alsjeblieft, wil u wat zeggen aan al de donateurs? Ja, meneer Ganesh, Darshani, Balgobin. Die mevrouw Ramcharan is jarig, is 70 jaar geworden. En die olie en die reis hebben ze gestuurd. Heel, heel bedankt. En alle wensen door God gaan ze krijgen wat ze willen. En nog vele jaren na deze. En Mukesh en Lillian Kashina Adin. Adin. Kanhai Adin. Oh, Kanhai Adin, 50 jaar getrouwd. Ik zeg ze ook heel, heel bedankt. Or, sabke Allah Ta'ala dua kari ki 50 jaar sabal getrouwd. Sabke sab wensen pura kari. Maar kan ti se sabke dua. Lila. Or, iba. Meneer Farouk. Oké, bolila. Gewoon patai se na. Oké, oké, bhi bolila. Lukar sab wensen Allah Ta'ala pura kari. Janukar wensen sab or God seekhan. Oké. Or, je patai. Meneer Sudhu. Meneer Sudhu reis. Pakket was een partijse, ook zelf de bolila, God zegen, ook een tribu, laat alakker wensen pura kari en ga zo door. Meneer Ganesh, Rajke bi bolila bi, asanke tolak sada, laat alas dua kari, tolak jedmike asanke, seba kare, ja, TBN kik taraf se bi embadang kari, kita kaj, door donasi se tamar. Dan ik denk dat het mooi is, maar nee, denk je. Heel, heel bedankt. Ik denk dat het verhaard is. Ook wat makkelijker nu voor haar is. Ja, dus dat is toch allemaal mooi te zien. Ja, is goed. Bedankt hoor. Ja. Meneer Merto Di Cromo, u krijgt er van mevrouw Sharda een zakreis van 10 kilo. En ook nog een kilo suiker, witte suiker daarbij. Het, ze geeft het allemaal uit een goed hart. Ja, dat komt van mevrouw Sharda. Uw groentepakket, die komt van de marktmeester van de centrale markt, meester Gautam Dhanai en de marktventers. En er is een grote tas met levensmiddelen en allerhande verbruiksartikelen. En dat is er dan namens de heer Charles Sudhu. Meneer Sudhu is 70 jaar geworden. U krijgt er van Mukesh en Lillian Kanhai Adin. Ze zijn er 50 jaar getrouwd. Ja, Mukesh en Lillian Kanhai Adin, 50 jaar getrouwd. Alsjeblieft, een enveloppe. Namens meneer Farouk, ja, namens meneer Farouk, een enveloppe met 400 SAD. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Ja, we bedanken allemaal als hij die donatie is. En we wensen u allemaal gezondheid en ja, God zal bless u allemaal. Bedankt, jarige gefeliciteerd en meneer Farouk, bedankt en ook meneer Mark Meester, bedankt voor die groeten. Ja, dat is alles. Dank u wel. Ja. Heer Sergio, u krijgt er van mevrouw Darshani Balgobind, die doneert in verband met de verjaardag van mevrouw Rupwati Ramcharan. Deze mevrouw Rupwati is 70 jaar geworden en ze heeft er gemeend om wat te doneren. Dat is dan een zak rijst, een fles olie en ook een enveloppe van de jarige. Van marktmeester Gautam Dhanai krijgt u zijn welbekende groentepakket. Namens de marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt en de marktventers. En daarachter de grotere tas, dat komt van de heer Charles
Sudhu van de Koningsstraat. Hij is 70 jaar geworden, Bigiari, en heeft er gemeend om wat mensen blij te maken met zo'n levensmiddelenpakket en met verbruiksartikelen. Van een mevrouw die anoniem wenst te blijven uit Den Haag, Nederland, een enveloppe, alstublieft. En namens meneer Farouk een enveloppe met 400 SRD. Wilde u wat zeggen aan de donateurs, meneer Sergio? Aan de donateurs, de jarige, 70 jaar, echt big jaar, ja. Oud worden is geen gunst, maar een kunst. Dus alvast hartelijk gefeliciteerd, Gods rijkste zegen. Aan de anonieme mevrouw in Den Haag, ook bedankt. Echt waar bedankt, mevrouw. Aan de marktmeester voor uw groentepak en de meneer aan de Koningsstraat, ook de mevrouw. Met de olie, want olie is duur, dankjewel. Olie en rijst, ja. Echt waar, dankjewel. Ik maak er goed gebruik van. En nog vele na deze. Gods rijkste zegen. Kijkers en luisteraars, en met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yipide, het programma waar de kleine hand de grote hand helpt in de gemeenschap. Wenst u in contact te komen met stichting TBN Yipide, dan kan dat als volgt: 857, 3x47, 857, 3x47, of u belt op 87, 4x9, 3, 8, 7, 4x9, 3. U belt op het kantoornummer 43 99 23, of u loopt er persoonlijk langs aan de Kokobiakoweg nummer 48 bij Trishul Radio en TV. Verder kunt u doneren door over te maken de bankrekeningnummers, en dat is dan de Hagerenbank. Vindt u allemaal hier onderaan in beeld. Dat is een euro, US dollar en SRD bankrekeningnummers. Zij die daar gebruik van maken, van harte dank voor uw donatie. En u hebt het allemaal zelf gezien dat het goed terecht is gekomen. Nogmaals, wij bedanken de donateurs. En dat is dan de heer Charles Sudhu van de Koningsstraat, die 70 jaar is geworden. We bedanken verder mevrouw Sharda voor haar donatie. Mevrouw Ramcharan Roopwati voor haar donatie. Marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt voor zijn donatie. De familie Boudhe Tewari en alle overige donateurs. Wij bedanken verder cameraman Raj Mahangu, Zunni Rambali voor de editing, de dames van de administratie, de familie, de directie, Kenneth, Marijke en Kavish Rambali voor hun ondersteuning aan Stichting TBN Yipide en alle overige personen die de stichting op welke wijze dan ook blijven ondersteunen. Dank u wel allemaal en laten wij dan dit voortzetten, alle kleine beetjes helpen. Het zijn harde tijden, zoals ik het steeds blijf zeggen. En als we allemaal een klein beetje doneren, wordt dat allemaal heel veel. En daarmee heeft u dan toch een aantal mensen geholpen. Ik ben Ganesh Vijay en zeg er graag tot de volgende keer.